Werkzaamheden aan de Middenweg. Het asfalt is versleten en wordt daarom vervangen. Dit betekent afsluitingen voor het verkeer. Ik ben er niet gelukkig mee dat ik veel moet omrijden natuurlijk. Ja. En moet uitzoeken van hoe kom ik er wel, hoe kom ik er niet. En ik kan me voorstellen voor oudere bewoners is dit echt erg lastig en onhandig. Ja, het zal wel nodig zijn, hè? Dus lijkt mij dan goed. Als buurtbewoner snap ik dat dit best wel even doorbijt is. Maar als je wat verder afwoont is het allemaal niet zo'n groot probleem. Nou, we gaan de rijbanen vernieuwen. Er komt nieuw asfalt en ook de fundatie die eronder ligt, die gaan we opnieuw opbouwen. Tramhalte Brinkstraat, die gaan we hier achter mij gaan we toegankelijk maken. Tegelijkertijd hebben we ook met de buurt gesproken en een aantal omgevingspartijen, ook de Fietsersbond. En daar zijn nog een aantal voorstellen gedaan om wat verkeersveiligheid te verbeteren. En die nemen we ook mee met een extra steunpunt en extra drempels in dit gebied. Tegelijkertijd doen we ook wat voor het groen. Een aantal bomen zijn in slechte staat. En die geven een groeiplaatsverbetering. En we hopen daardoor dat ze een tweede kans krijgen om wat langer mee te kunnen gaan in dit gebied. Ik woon in Betondorp. En de vaste oversteekplekken zijn, daar kan ik nu niet meer overheen. Maar ik vind het wel fijn om te horen dat er een veilige overgang komt bij de Zaaiersweg. Want dat heb ik wel gemist. Nou ja, dat is best heftig. Je kan er moeilijk door. Dus ik wilde oversteken en ik weet niet hoe ver omfietsen. Dus dat is niet zo heel handig. Moet ik zeggen. Maar goed, het zal wel moeten gebeuren. Ik had niet het gevoel dat het heel erg slecht was hier, maar blijkbaar moet het. De uitdaging zit er vooral in de omleidingen. We rijden hier 26.000 voertuigen per dag. En we moeten ook de betrokken woonwijken hier bereikbaar houden. Dus ja, we zullen daar heel erg op moeten letten dat het verkeer niet overal gaat sluipen en zich vastrijdt in de wijken. Dus daar zijn we heel druk nu mee bezig. Vooral in deze beginfase, want al het verkeer is nog behoorlijk aan het zoeken. Een beetje tekens uithalen, banen uithalen en die gaan we afvoeren, zeg maar, want hier komt een hele nieuwe tramhalte als het goed is. Voor mij is het best wel leuk werk hoor. Ja, eigenlijk alles dat ik kan met de kraan doen vind ik leuk. Dus als ik op de kraan zit, ben ik hartstikke blij. Echt waar. Vroeger was het in 1934 gebouwde stadion De Meer op de Middenweg te vinden. In de tijd dat Ajax hier speelde zijn ze maar liefst 21 keer landskampioen geworden. De laatste wedstrijd in dit stadion werd gespeeld op 28 april 1996, toen Ajax tegen Willem II speelde en won met 5-1. Daarna verhuisde Ajax naar de Arena omdat er een groter stadion nodig was voor alle fans. Als je in Betondorp woont, dan weet je dat hier het Ajaxstadion is geweest. En dan weet je dat Johan Cruijff onder andere als een van de beroemde mensen hier heeft gewoond. Vorige week stond de fiets bij het Scheepvaartmuseum en dat is geraden door Jamiel. Weet jij waar de fiets deze keer staat en wil je kans maken op het zadelhoesje? Mail ons dan je antwoord. Het autoverkeer wordt omgeleid. Dat gaat de volgende afrit af. Pak dan de S112 Gooise weg richting Bernhardplein. En rijdt vanuit daar terug over de Hugo de Vrieslaan richting Watergasmeer. Het busverkeer volgt dezelfde route. En de fietsers en voetgangers kunnen gewoon langs het werk. Tram 19 blijft trouwens rijden tijdens de uitvoering van het werk. Die wordt niet gestremd. De werkzaamheden zijn volgens planning in april volgend jaar af. Dit was het verkeer. Tot de volgende keer.